Vijf rijders aan de start van de roepers. Lars van Dongen, Dream Team en Joey Eikhoorn. Talent BMX Team, Matthew van Dam. Super Duper Mabo, Noah van Essen. En Amazoje, Boy van Hassel. We gaan kijken hoor, boys van 13 jaar, wie weet hier de snelste start te pakken? Wie weet hier als eerste de eerste bocht door te komen? We zien de rijder met 140 van de hoepers, 140 moet zijn Lars van Dongen. Hij wist al zijn kwalificatiemandjes te winnen, maar weet hij dit voortouwen? Van Dongen, positie nummer 1. We gaan kijken naar Dream Team BMX Racer, Joey Eikhoorn, plaats nummer 2. Kan hij hier nog verschil maken op het derde technische stuk? Een stuk waar er weinig getrapt moet worden, alles op techniek. Van Dongen, plaats nummer 1. We gaan kijken naar Eikhoorn. De derde plaats lijkt te gaan naar Super Duper Mabo, Noah van Essen. Van Essen, positie nummer 3. De laatste rechte stuk, de laatste 50 meter. Eerste plaats, kampioen Zuid-Nederland, 140, Lars van Dongen. We gaan verder aan een volhek bij de